Welkom bij de wiskundeles. Vandaag gaan we eens kijken, is de formule die we gekregen hebben, hoort die bij een berg of een dalparabool? De vorige les hadden we zelf de parabool getekend, dus hadden we de formule en die hadden we ingevuld en toen werd daar de parabool hergetekend en die teken je in een vloeiende kromme, dus in een vloeiende lijn, niet met de geodriehoek, door de punten heen die je had. En in dit geval was het dus een bergparabool, want hij ziet eruit als een berg. Nou, laten we eens gaan kijken hoe zien deze formules eruit. Ik gebruik even hiervoor een programmaatje om ze te tekenen, zodat ik niet allemaal zelf hoef te tekenen. Maar dan kan je het in ieder geval zien. Kijk, als ik de eerste invul, dus ik doe min 0,2x in het kwadraat plus 3x, krijg ik deze parabool. Dus die ziet er zo uit. Nou, laten we eens even kijken, hoe ziet dat er dan uit? Dan zien we dus, hij ziet er zo uit. Ik heb hem hier vast even ingeplakt. Nou, laten we eens kijken, hoe ziet dan de volgende eruit? Dus de volgende is 3x min 0,2x in het kwadraat. Hoe ziet die eruit? Hé, kijk eens. Die ziet er precies hetzelfde uit. Dus je ziet deze ziet er precies hetzelfde uit als die vorige. Dus die twee zijn precies hetzelfde. En het zijn allebei bergparabolen. Je ziet, het lijkt op een berg, dus het zijn allebei bergparabolen. Nou, laten we eens kijken, hoe ziet dan de volgende eruit? Nou, de volgende is 4x in het kwadraat. 4x in het kwadraat plus 3x. Nou, laten we eens kijken, hoe ziet die eruit? Ja, die ziet er zo uit. Dus je ziet, dat is een... Dat is geen berg, maar dat is een dalparabool. Dus de volgende is een dalparabool. Dus 4x in het kwadraat plus 3x is een dalparabool. En de laatste dan, gaan we eens even kijken hoe ziet die eruit als we die tekenen. Nou, dat is min 5x plus 3x. En dan in het kwadraat. En die ziet er zo uit. En dat is dus ook een dalparabool. Nou, die heb ik ook al hier zo. Nou, laten we eens gaan kijken. Hoe kunnen we nou zien of bij een formule een dal- of een bergparabool hoort? Dus hoe kunnen we nu zien of bij de formule een dal- of bergparabool hoort? Nou, wat je ziet als eerste is dat deze twee zijn helemaal gelijk aan elkaar. Dus dat is op zich wel interessant, want als die twee... Die zijn precies hetzelfde. Dus deze en deze zijn precies gelijk. Dus die zijn precies gelijk. Wat betekent dat dus? Dat betekent eigenlijk dat 0,2x min 0,2x in het kwadraat plus 3x is dus precies hetzelfde als 3x min 0,2x in het kwadraat. Dus die twee dingen zijn precies hetzelfde. Of je nou eerst doet min 0,2x in het kwadraat, of je doet eerst plus 3x, of je doet eerst 3x min daarna 0,2x in het kwadraat. Die twee formules zijn dus precies hetzelfde. En die geven ook precies dezelfde grafiek. Niks geen verschil. Nou, deze twee, die geven een dalparabool. En deze een bergparabool. Waaraan zien we nu of het een dal- of bergparabool is? Nou, laten we eerst eens kijken. Een bergparabool. Een bergparabool. Aan welk getal zien we nu of het een bergparabool is? Nou, dat zien we aan dit. Dat zien we aan of het getal wat voor de variabele met het kwadraat staat, of dat negatief is, of daar een minnetje bij staat. Je ziet, hier zo zie je dat ook. Dus hier zo is ook voor het kwadraatgetal wat daarvoor staat, is negatief. Dus hoe zien we het is een bergparabool? Dat zien we dus aan het getal wat voor het kwadraat staat. En dat getal is negatief. Dus voor het kwadraat is het getal negatief. Hoe zien we dan of het een dalparabool is? Nou, een dalparabool zien we dus ook dat deze is positief. Dus deze, het getal voor de kwadraat, is positief. Ik schrijf het nog even bij. Dat getal is dus positief.
En positief betekent boven 0. En die andere is dus het getal voor het kwadraat is negatief. Oftewel onder 0. Dus je hebt een negatief getal voor het kwadraat, voor de x in het kwadraat, voor de variabele in het kwadraat. Of je hebt een positief getal voor de x in het kwadraat. En daaraan zie je dus aan de formule of het een berg- of dalparabool is. Nou, zijn er nog meer dingen die we moeten kunnen benoemen? Ja, er zijn nog wel een aantal dingen. We moeten, wat we de vorige les ook geleerd hebben, moeten we de symmetrieas kunnen tekenen. Nou ja, hoe tekenen we de symmetrieas? Die tekenen we op het punt waarop de grafiek zich herhaalt. Dus dat is in dit geval is dat hier zo. Dit is de symmetrieas. En bij deze is dat hier zo, want daarna herhaalt die zich. Dus je ziet hier zo is de symmetrieas. Bij deze ligt die daar, bij de 0. En bij deze ligt die net voorbij de 0, dus dan ligt die daar. Dus daar loopt de symmetrieas als je de symmetrieas moet tekenen. Nou, zijn er nog een aantal punten die we moeten kunnen benoemen. Het hoogste punt van de bergparabool noemen we ook wel het maximum. Het maximum. Dus het maximum is hoe hoog die komt. En het punt zelf noemen we ook wel de top. Dus de top van de bergparabool. In dit geval is het coördinaat van de top is 8,11. Hij komt daar halverwege. Dus het coördinaat van de top is in dit geval 8. Want hij gaat 8 deze kant op. Dus 8,11. Dat is het coördinaat van de top. Bij deze heb je ook een top en ook een maximum. Dus de top is 8,11. Het maximum is 11. Dat is hoe hoog die komt. Dus het maximum is 11, de top is 8,11. Hierzo is het maximum is in dit geval aflezend 11. Dus in dit geval is het maximum is 11. In dit geval is de top. De top is ook 8,11. 8,11. Want die twee waren helemaal gelijk, hè? Dus maximum en top zijn gelijk bij deze twee natuurlijk. Want die waren precies hetzelfde. Ze hadden we eerst gezien, dus die waren precies hetzelfde. Nee, dus je moet bij een bergparabool moet je het maximum en de top kunnen benoemen. Het maximum is dus hoe hoog die komt. En de top is het punt zelf. Dus het coördinaat van top is 8,11. Bij een dalparabool, daar heb je geen maximum, maar daar heb je een minimum. Dus bij een dalparabool heb je een minimum. Nou, wat is het minimum van deze dalparabool? Nou, deze komt tot en met de 1 net daaronder nog, dus die komt, nou, die zal een minimum hebben van min 0,5. Dus het minimum is in dit geval min 0,5. Deze is ook een dalparabool, dus die heeft ook een minimum. En het minimum van deze is dus min 2. Dus min 2. Dus bij de bergparabool heb je een top en een maximum. En bij een dalparabool heb je het minimum. En je herkent ze dus aan het volgende. Of het een berg is als die zo naar boven toe gaat. En een dal is naar onder. En je herkent ze dus aan het getal wat voor de x of de a of de c, maar in ieder geval voor de variabele staat, of dat positief of negatief is. Dus in dit geval was het positief voor de variabele in het kwadraat, en in dit geval was het negatief. En daarin kan je dus snel herkennen of het een berg- of dalparabool is. Ja, dit was de uitleg. Ik hoop dat jullie het allemaal begrijpen, en anders vraag het nog even in de les na. Of stel een vraag hier op YouTube.